En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de vroege avond kunnen er in zowel het kustgebied als het binnenland lichte tot matige buien vallen, mogelijk gepaard met onweer en windstoten. Aan het einde van de nacht kan er lokaal mist of nevel ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen wordt droog en zonnig weer verwacht, met een hogere gevoelstemperatuur dan de huidige. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat de gevoelstemperatuur morgen kan oplopen tot maar liefst 41 graden. Het advies is om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ook meldt de dienst dat er kans is op windstoten, voornamelijk langs de kust.